Tadaa! Onze allereerste vaderdag! Wij gaan bij het consultorium slapen. Kijk nou, liefde! We hebben een roosterbad. How to get ready on Valentine's Day. Ik ga nu mijn oogschaduw doen. Dus jullie look. Wanneer winnen wij kinderen? Nou, ik zal het maar zeggen dan. Bouwpouwtje. Ik bouw pauw van jou. En dan lekker spa. Dagje, we hebben heerlijke dikke puiken. Al het eten. Ik draag momenteel de Reiners badpak in het wit. Goedemorgen. Hier moet je zitten. We hebben nog een even kus. Oké, sorry. Hallo liefde. Hallo. Ik vind veel stress dat ik moet dit. Hallo, nog een zonnemankie mag ik pakken voor dit. Nee joh. Huh? Ja, dit is top. Iets naar voren. Ga je niet je bril ophouden toch? Jawel, nee. Dan zie ik niks. Ja, maar doe het maar af. Dus weer dan. Kus je mooie ogen? Ja, dag. Doe je gewoon je ogen open, Mike. Mike. Vervelend. Nee, anders dat opnemen, nee toch? Jawel. Ik doe heel snel even een andere hoodie aan, ja? Fijn is. Oké. Is het beter? Mijn haar zit ook zo vreselijk, hè? Ja, leuk. Nou, dat op zich past wel goed bij elkaar. Oké, nou, zullen we maar beginnen dan? Ja. Oké, onze Valentijn. Tadaa! Onze allereerste Valentijn. Doem, doem, doem. In deze vlog gaan jullie voornamelijk mij en Mike zien. Omdat wij een special hebben gemaakt van Valentijn. Wat we allemaal gaan doen op onze Valentijnsdag. We gaan naar het consultorium. Heel veel activiteiten in Amsterdam gaan we er gezellig beleven. En hoe we ons klaarmaken naar de Dutches. Dus zijn jullie benieuwd? Blijf kijken. En leuk renners. Mwah. Oké, wat gaan wij doen? Wij gaan bij het conservatorium slapen voor Valentine. En het is nu in de een beetje stel scherp. Het lampje hier is aan het knippen onwijs. We zijn nu met onze spullen. En we hebben weer je favoriete gordijn. Wat hebben we? Favoriete gordijn. Automatisch. Dus we wachten nu tot we bij onze kamer zijn. En dan gaan we lekker lunchen bij de Rom Gastrobar. Vanavond naar de dusjes. En morgen spa-dagje. En nu moeten we naar onze kamer. Op level 5. Mooi zeg. Ik ben nog nooit in het conservatorium geweest. Nee? Nee, nee. We hebben een beetje een gekke Valentijn. Ik vind het allemaal een beetje heel veel, maar ik vind het leuk. Maar het is onze eerste Valentijn. Hoe mooi is het hier? Zo zou ik ook wel willen wonen. Oh, dit is onze deur. Oh, kijk hoe groot. Dum, 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 dum. Oh, je appelsapje. Lukt dat, schat? Moet ik je helpen? Wacht, ja? Oh god, ik durf mijn kamer uit. Hoe mooi is onze kamer? We hadden hier zelfs nog een spa-dagje kunnen houden. Mega mooi bad. Met tv. En een zierde douche. Hoe mooi. En, even kijken. Zit hier nog een lichtje? Extra lichtje? Nee, ja. Oh jawel. Ik heb heerlijk vanochtend mijn haar laten feunen in Zandvoort bij L'Ambiance. Ik ben helemaal Valentine ready. Ah! Woep woep. Dit moeten wij in ons huis hebben. Dit is toch geweldig? Kijk nou. Hola, Amsterdam. Geen hele mooie hoek. Oh, ik heb ook het elektrische voor thuis. Oh, we kunnen daar bloemen halen, zie ik. Hoe gaaf. Toep, toep, toep. Hoe mooi is het conservatorium hotel. Valentine. Ik zag trouwens geen rozenblaadjes. Rom Gastrobar. Het is een Indonesisch restaurant. Ik ben wel benieuwd. Ja, onze eerste activiteit van de dag. Eten. Indonesisch eten. Gelukkig regent het niet lekker vandaag. Ik heb honger, schat. Ik heb honger. Honger. Lunch van 12 tot 12:30. Zie ik een diner van 17:30 tot 22:30 voor de vraagjes. Ik ga eens filmen. We hebben alles afgehuurd. We hebben alles afgehuurd. Nee, grapje. Het is wel heel leuk hier. Eerste gerechtje. Een bouwpoutje. Ik bouw pauw van jou. Niks fout, hè? Oké, liefde. 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 Chill. Oh my god, hoe lekker. Oh my god, oh god, oh. Nou, kijk eens. Dit is een kledingje. Oh, gezellig. Dit is een make-upje. Ja. Hoe mooi die nou lippen bij haar. Dit is een beetje roze. Body princess.
En we gaan nu met de fietstaxi weer terug naar het hotel. Wij zitten weer in de fietstaxi. Dat is ook een soort traditie, hè, van ons. Om hierin te zitten. Maar nu een keer met mooi weer. Langs andere mensen. En net bij Harry geweest. Dit is een mooi lookje. Voor mij even opgedate. Dat ik er mooi uitzie met Valentijn. Zo. Thank you, baby. Oké. We hebben net gewinkeld. Maar de kamer was niet ready. Kijk nou, liefde. We hebben een rozenbad. Overal roosjes. Hoe leuk. Roses. Oh, en dan de bad. Hoe leuk. Love. Hoe beeldig is dit? How do you spell love? You don't spell it, you feel it. Happy Valentine. Ik neem deze. Oh, het zit vast. Oh. Wat is het? Chocola. Ik moet heel hard zakken. Kiss me. Oké, wie ben jij? Mike. Maar wat ben je van mij? Voor de mensen die het nu niet weten, Mike is mij. Aanstaande man en vader van alle kinderen. Aanstaande man en vader van alle kinderen. Ja. Hoe lang gaan wij met elkaar, is de vraag. Ja, want wij gaan nu 5 maanden. 5 maandjes, sorry. Ja. En hoe kennen wij elkaar? Vanaf de baby. Vanaf de baby zijn. Om het even allemaal duidelijk te maken. 1 kant van de familie delen wij. We zijn geen familie, maar aangetrouwde familie. Jan is ons allebei een neef van ons bijvoorbeeld. Ja. Dus het is 1 kant heel makkelijk. Want 1 kant van jouw hele familie ken ik dus al. Ja. Dus dat is super chill. Dus we delen hetzelfde oom. Maar het is mijn aangetrouwde oom en jouw volle oom. Dus geen familie bloed. Van elkaar. Geen bloed. Geen blad. En daardoor kennen we elkaar eigenlijk al sinds nou geboren zijn, denk ik. Ja, ik was al 4. Toen was 6 nog niet. Dus eigenlijk al gaan we way back. Ja. Way back. Ja. Hoe oud ben jij, Mike? 28. 30. Nee, nou, ik ben niet bijna 30, maar zo wel snel. Oh ja, wat de goede vraag is, wat doe je voor werk? Beetje tekenen. Beetje... Het is niet een beetje tekenen. Schilderen. Mike is... Kleding. Mike is een kunstenaar. Asia. En heeft zijn eigen kleding, genaamd Mike Federico. Kunstenaar. Je bent ook al kunstenaar. Ik ben het van God. Nog niet van God. Maar Mike die maakt dus gratis kunst maken en is ermee bezig. En heeft zijn eigen kledinglijn Mike Federico, wat voornamelijk wordt verkocht in Azië. Dus ja. Daar is het best wel heel groot. Zij heeft er ook poppenstores gehad in de grootste badenhuizen. Maar hij is best wel bescheiden. Heel erg bescheiden. En voor de rest heeft hij ook nog best wel bekende mensen schilderijen verkocht en prints verkocht. Ja. Zoals? Dum dum dum. Prinsen. Zoals Kanye West, jongens. Ah. Maar ja, dat zal Mike dus nooit zelf zeggen. Ik ben Williams en Alicia Keys. Paris Hilton. Nee, geen Paris Hilton. Ja, die koffer van zus. Oh, zus. Nicky Hilton. Nou, ook best wel een grote naam. Ja. In ieder geval zijn we wel heel bescheiden over, maar hij is dus heel erg lekker bezig. En wij wonen nu sinds 4 maanden al samen. Ik denk dat we nou een maand al samen wonen. 2 maanden. Nou, in ieder geval, we wonen nu 3 maanden samen. Dus we willen ons huis nu ook een beetje gaan oppimpen met leukere stijls en leukere dingen. Alleen, we gaan naar een ander huis toe. En dat wordt nu gebouwd. Dus die gaan we samen helemaal mooi inrichten. Dus dat wordt echt ook wel jouw kunst komt daar ook te hangen. Jullie zullen hem pas wel kennen ook van Instagram, want ik tag hem heel veel. Ik zie ook een paar kunstdingetjes wat hij tot nu toe heeft gemaakt. Qua schetsen en dingen. En zijn kleding is helaas nog niet te komen in Nederland. Nee, dus in rest weer, dat komt er wel aan. Dus als dit allemaal gebeurt, zul je het ook laten weten. We hadden ook veel de vraag van waar je vandaan komt. Wat bedoel je? Van... Nou, jij komt uit Den Haag, maar wat ben jij voor mixje? Nederlands Portugees. Nederlands Portugees. Portugees, hè. En ik ben vol Nederlands. Heel vaak denken mensen ook dat ik iets buitenlands heb, maar ik ben Russisch. Eigenlijk... Ja, Russisch denk ik ook vaak. Waarvoor weet ik niet. Maar goed. Niet zo mooi. Oké, ik ga vanavond bij de douches eten met Mike. Draag ik dit Elisabeth Frankie jurkje in lak. En ik ga mij nu make-uppen. Ik dacht, misschien willen jullie dit zien. Ik wil nog even kijken hoe ik dat ga filmen voor jullie. Oké, ik begin meestal. Ik kijk af en toe even naar die spiegel en niet naar de camera. Fix spray. Als basis. Dan heb ik als foundation de NC35. Van MAC. Nou ja, NC35. Gebruik ik daarvoor mijn foundation pas. Vandaag al 10.000 keer opgemaakt. Ik heb geen pompje, dus ik doe het even zo. Nou, nog iets smeren. How to get ready on Valentine's Day. Oh ja, voor de meisjes die het willen weten trouwens. Dit zijn mijn wenkbrauwen zonder enige... Even snel laten zien. Zonder enige poeder of make-up.
super mooi. Is nu gaan het helen. Kleur komt nog een beetje terug. Door die fixing spray is dat makkelijker uitsmeren je foundation, vind ik zelf. En ik heb een paar kleine buisjes hier. Dus ik heb er een beetje op. Nou, dat je gezicht een beetje hebt uitgesmeerd, anders krijg je die vlek. Groot schilder met de kwast. Daar met een blender, een beauty blender, blend ik het even in. Ging ik mis met mijn wenkbrauwen? Hey. Ja? Wat? Oh, dit meen jij niet. Maar ik vind het portemonnee weer om 2 dagen kwijt. Oh. Dit meen jij niet. Oh, heb je voor niks al je pasjes geblokkeerd? Ik heb ze niet geblokkeerd. Je hebt ze niet geblokkeerd? Nee. Oh, wat een mossel. Nou, dit is wel echt de grootste grap ever. Ik dacht dat jij niet kwijt was. We hebben dus zijn portemonnee verloren en die hebben we dus weer gevonden. Huh? Ik ben even make-up tutorial aan het opnemen. Mike? Hé, waar zitten jullie? Mike? Ah, je bent naar buiten. Nou, je loopt nu in mijn beeld. Deze kom. Voor mijn wenkbrauwen, ik heb nu niks op mijn wenkbrauwen zitten. Behalve bij Acacia heb ik natuurlijk gewoon microblade en powderbrow op het einde. Ik gebruik een MAC kwastje. 263. En dan de dark brunette. Deep dark brunette brow gel. Maak ik mijn kwastje als eerst even schoon met een schoonmaakdoekje. Die mooi plat is. Ik ga proberen om het van afstand te doen. Ik heb hierboven een spiegeltje. Maak een soort van strookjes ook aan het begin. En de rest van mijn wenkbrauwen vul ik eigenlijk op. Omdat ik het nu heb getatoeëerd of gemicroblade. Shit, ik zit uit. Hoef ik het niet meer zo heel veel aan te zetten. Dus dat is top. Maar ja, ik blijf wel Julie Reyners van de wenkbrauw. Dus dat is één wenkbrauw. Dit licht hier is heel donker. Maar ik ga het zo even beter laten zien. One to go. Oké, ook mooi het wit bij jou. Ik ga nu mijn oogschaduw doen. De Julie Look. Texture Velvet heet die. Van MAC. Alles is van MAC wat ik gebruik. Met een kwastje 217S. Nou, dan doe ik eigenlijk gewoon maar wat. Op mijn ooglid. Ik weet niet of jullie het goed zien, want het laat ik zo wel het eindresultaat zien. En een beetje op mijn arcadeboog. Zo'n mas van die kwastje, dat blendt mooi eens voor jezelf uit. Nog opschieten ook. Dat doe je aan beide kanten. Mooi gelijk is. Kijk je niet. Vind je het mooi? Jij? Huh? Ja, maar wel een lippertje bedoel ik dan. Ja, dat wel. Ja, een lippertje. Nou, ben je een mooi pak. Ik heb alleen wat kerst aangehad. Ja, dat is waar. Oké, dan gebruik ik dit kwastje voor de onderkant. Zo. En dan gebruik ik het om het wat donkerder te maken. Gebruik ik corduroy mat, ook van MAC. Gebruik ik het kleinere kwastje en dan dip ik eigenlijk zo op mijn ooglid. Dus dat zou ik nog wat beter voor jullie van erbij filmen. Maar ik moet het nu even bij mezelf in de spiegel doen en aan de onderkant. Oké. Dan gebruik ik het andere kwastje om het weer mooier uit te blenden. En dan komt de truc om het mooi gelijk te maken. Bij concealer, 24 hour smooth wear concealer, NC30. Dus met zo'n kwastje. Doe ik dan onderaan mijn oogschaduw, daar trek ik eigenlijk een klein mee. Zo. Doe ik ook aan de andere kant. En meestal zit dat gelijk. Doe ik nog een tipje op mijn neus. Nog wat smaller boven mijn lippen. Lippen breder. Dit is dus niet mijn dagelijkse look, maar nu voor het uit eten. Veeg ik uit met mijn foundation kwast. Mooi naar de achterkant. Kijk hoe. Stel scherp. Wat zeg je, schat? Mijn schoenen weer een beetje raar eronder. Onder je pak? Een beetje. Ja, hè? Hoezo doe je niet gewoon die zwarte blouse met die broek? Dat is gewoon super mooi. Ik vind het raar dat je als enige zwarte schoenen aan hebt. Oh, de witte schoenen. Heb je niet mee? Ja. Oh, nou. Doe dan die witte schoenen aan. Oh. Je hebt een witte blouse aan. Oké. Ik ben dus nu totaal uitgeschoten omdat Mike er tussendoor kwam. Maar in ieder geval, nu is mijn concealer bijna helemaal uitgeblend. Doe ik weer het laatste stukje met mijn beauty blender. Met een white look. Dit is dan even de look. Dan de rouge. Ik gebruik gewoon een mooie rouge kwast voor die iets schuin afloopt. Is dat helemaal raar? Nee, vind ik leuk staan. Huh? Vind ik leuk staan. Goed shapen. Hier contour ik het ook een beetje. Iets onder de sleutelbeen. Iets meer. Lijkt iets meer borst. En dan zo. Ook een beetje voorhoofd erbij. Ik doe ook een beetje op de zijkant van mijn neus, zodat de binnenkant mooi wit blijft van de concealer. Dan ga ik met, voor de concealer iets minder wit te maken, met Medium Plus Minerals. Oké, je snapt het. Dan ga ik er overheen met een iets voller kwastje. Ik maak het wat zachter. En dan pak ik een grote kwast en dan pak ik ook even mijn lip mee. Bijna klaar. Dan gebruik ik de brow gel voor in mijn wenkbrauwen, om het wat meer, nog meer breder te maken. Dan, last but not least, highlight. Ik heb de Whisper of Guilt, goud. Die doe ik ook weer op mijn sleutelbeen hier. Dat het mooi glanst als je beweegt. En die doe ik mooi
onder op mijn concealer hier. En ook die doe ik weer boven aan mijn lip. Zodat het mooi glimstert en voller lijkt. Dan gebruik ik een primer onder mijn lipstift. Prep & Prime van MAC. Dan ga ik mijn lip doen. Spice gebruik ik daarvoor. Ik teken mijn lippen altijd iets eroverheen. Altijd een zwart. Ja. Love it. Nou, zoals je ziet heb ik het een beetje over mijn liplijn getekend. En dan gebruik ik Jash van MAC voor eroverheen. Dan gebruik ik weer de Prep & Prime. Mat heb ik, want ik glim van mezelf heel snel. Gek genoeg doe ik mascara altijd als laatste. Maar ik doe wel volgens mijn haar los. Dat ik weet hoe het staat. Mijn haar ook net feunen. Gebruik ik als laatste van MAC. In Extreme Dimension 3D Black Lash. En daarmee maak je de look eigenlijk pas af. Want dan komt de oogschaduw nog mooier uit. Ik besef dat ik het opnemen van deze vlog nu al. Een half uur te laat ben bij de strand. Maar goed, hè. Ik vind het altijd mooi als ik mijn mascara om mijn kantje een beetje zo'n streepje krijg. Daarvoor ben ik het zo heen en weer aan het bewegen. Ben ik bijna klaar. En normaal heb ik ook nog lipgloss op van MAC Lust. Maar die ben ik helaas vergeten, want we slapen in consultorium. Dus ik ben vergeten om die mee te nemen uit mijn andere tas. Nou, het is beter licht. Dit is dan het lookje wat ik heb gecreëerd. Met alleen maar MAC producten. En dit is het jurkje wat ik aandoe. Zo, so, Valentine ready. Ja, goed. Zelfde geur, mensen. Oké, ready. Zo, nu zo waar het dus al leeg is. Wanneer winnen wij kinderen? Nou, ik zal het maar zeggen dan. Nee, grapje. Nee, ik denk dat wij nog eventjes wachten, toch? Toch? Ja, toch? Nee, we willen wel heel graag wel kinderen, want we zijn al gek op kiddo's. Wij hebben van elkaar een tatoeage gezet. Schrik ervan. Ik heb My Mike gezet op mijn vinger. En hij heeft My Julie gezet op zijn knokkels. Zo. Nou, hier staat het. My Julie. Dat hebben wij eigenlijk al heel snel gedaan, omdat wij gewoon weten dat het rest van het leven bij elkaar zijn. Ja, en misschien komt er nog wel veel meer aan. En dit hebben wij gezet bij Robin Karels, want die vraag kregen we ook heel veel. En Mike draagt momenteel een bril, omdat het eigenlijk zijn leesbril? Nee. Kijkbril. Zijn kijkbril is. Voor jullie denken van hij zit met zijn zonnebril binnen. Het is zijn bril waar je alles mee ziet. Een bril met sterkte. Ja. Dat zocht ik. Wat is het beste karaktereigenschap van Julie? Daar kan ik niet voor jou. Beste? Beste. Wat je heel mooi vindt? Karakter. Ik kan het niet uiterlijk. Nou, Mike vindt me alleen mooi. Lief. Lief. Zorgzaam. Zorgzaam ook? Ja. Oh. Ik vind hem zorgzaam. Grappig. Leuk voor maar die dit. Behulpzaam. Oké, dat zijn best wel veel karakter. Respectvol. Respectvol. Liefdevol. Liefdevol. Meelevend. Meelevend. Dat vind ik eigenlijk ook allemaal wel van jou. Jouw beste karakter. Eigenschap ik je zo ook wel heel trots bent op mij en alles vraagt. Je luistert heel goed. Ik vind dat je heel goed luistert als ik wat vertel. Ja? Ja? Vind je het? Ik vergat meestal best wel veel. Het slechtste karaktereigenschap van mij? Moet je er zo lang over nadenken? Of weet je al iets, maar durf je het gewoon niet te zeggen? Nee, weet niet. Je weet niks? Nee. Jawel. Nee, ik wil helemaal goede dingen over jou te zeggen. Ik weet dat van jou. Wat? Ik weet dat van jou. Roken. Nou, vind ik echt geen eigenschap. Waarom niet? Dat hoort er niet bij. Nee, je rookt elke dag. Dat vind ik het slechtste wat Mike doet momenteel. We zijn bij de Duchess. With my handsome man. Het is niet. Het is net awkward. Wat een gekke. Even kijken, dit is het eerste gerechtje. Het is asperges met geitenkaas. Vind jij lekker, hè, lief? Dit is Mike's lievelingsgerecht. En hij is ook al begonnen. Ik ga niet alles opeten, hoor. Wat een lekker steekje. Marie wou dat ze hier was voor de mashed potato met truffel. Ah, dit is leuk. Hallo. Thank you. Al die schattige hartjes. Oké. Okay. Wij kunnen niet meer. We hebben veel te veel gegeten bij de Dutchess. Ik had ook niet over nadenken, altijd misselijk. En ik lig nu in het allerlekkerste bed. Lief, ik wil deze kussens meenemen. Ja, gaan we doen. Maak echt geen grap. Neem jij heel net mee? Het is nu 12 uur en we hebben morgen om 10 uur een massage van een uur lang, hè? En dan lekker spa.
Dag, je hebt een heerlijke dikke buiken, al het eten. Goed hè, kon je niet bij me liggen? Oh, first Valentine. Tristan. Ik ga een foto maken in het bad. Voor Reiners Instagram. Wish me luck. Oké, bad is gevuld. Ik draag momenteel de Reiners badpak in het wit. Met de Reiners flipflops. En ik ga nu proberen een leuke foto te maken in het geweldige bad. De foto is niet echt gelukt door mezelf. Hier draag ik het zwarte badpakje. Ik ga lekker onze badjas aantrekken. Badjas ready. Om naar het consultorium te gaan. Heb ik het eerste stukje nog? Ik zie hier er wel eentje liggen. You're welcome. Goedemorgen. Wij gaan naar de spa en tot vanmorgen koffie. Ik ben wel benieuwd, jij? Maak je het een beetje vroeg. Oh leuk. Alkasha. Oké, spa dag het is. Oh, je hoort het zwembad wel. Zijn we de enige? Hoe lekker. Ik heb het afgehuurd. Je hebt het afgehuurd. Oh. Oké, jump. Met je gezicht tussen die dingen. Nee, maar tussen. Er zit een gat. En dan, nee, je moet jezelf bedekken. Wacht, ik kom je helpen. Lekker masseren. Oh, we zijn net klaar met de massage. We beginnen lekker warmtjes met ons fruit. Dit gaan we elke maand doen. En hier staat de champagne voor Valentijn. En zo ziet het er een beetje uit waar we zitten. Doe het. Wat? Dat doet hij nou niet. We're blue, We gaan even lekker zwemmen. En dan gaan we daar ons omkleden. En dan weer stinkie ophalen bij mama. Maar ik wil liefst de hele dag hier blijven. Bij het zwemmen. Consultorium, we zijn echt de enige. Had ik niet gedacht op een zaterdag. Dat was wel drukker. En ik draag momenteel het Reiners badpak. In maat S. Als ik daar vraagjes over krijg. En we gaan nu heerlijk relaxen zo. Op deze bedjes. En ik wacht even dat Mike terug is. Die snel even het halen. Ik voel me onwijs relaxed nu naar zo'n lekkere spa behandeling. Oh, een heerlijk Valentijn gehad. Weer voor dezelfde spiegel. Maar wij gaan nu ontbijten. Of lunchen. Ik heb de twin set pants aan. En mijn liefde is helemaal in Gucci. Wij maken dat overal een zooi van. Maar niet uit waar we zijn. Altijd mad house. Zo ziet het er nu uit. Ready? Ik heb de kamerpas. Spa dag gehad. Ochtend. Nu op de pc. Gaan we met George Chet eten. George Chet. Veel gezet. Want we hebben... mega honger. Toch blijft de PC grappig. Al die mooie winkeltjes. Hermes winkel is wel het allermooiste. En we gaan weer eten. Ik wil een broodje met kreel. En Mike die heeft een steekje op brood. Nou, lachje. En patatjes. Wat vond jij het leukste van ons Valentijn? Spa. Ja. De massage. En het eten. Wat eten? Ochtends. Ochtends. We hebben onwijs veel gegeten. Dat wij echt wel een hele goede Valentijn ook hebben gevierd. Mega overdreven, maar wel super leuk. Twee dagen. Ik vond ook wel die massage leuk. Dat je na die massage een leuke fruitplankje kreeg. En ik kon relaxen. Ja. Liefst waren we daar nog wel langer gebleven. Alleen, ja, we moesten hem 2 uur uitchecken. Dus je kon ook niet heel lang daar... Volgend jaar 3 dagen. Volgend jaar 2 overnachtingen Valentijn vieren. De hele dag spa. Nee, dat was super leuk. Oké, nou, vinden jullie deze vlog nou ook zo leuk? Volgende week gaan jullie Marie haar vlog zien in het Valentijn thema. Zijn jullie benieuwd? Blijf kijken! En love letters. Het is vandaag Valentijn. En ik ga 10 jaar vandaag samen met mijn liefde John. Met 2 Valentijntjes. Zijn in Disney. Zo vrolijk. En hij wist gewoon dat deze Indiana Jones achtbaan over de kop ging. Er zijn niks. Make me ready voor vanavond. Want we gaan naar moeder. Ik heb er zoveel zin in.